Maurits Hendricks, het is februari 2011. Over 3 jaar dan starten hier de heren van de afdaling op ruim 2000 meter, 2400 meter naar beneden. Je bent gisteren aangekomen in Sochi. Wat is je eerste impressie? Wat heb je gezien en wat vind je ervan hier in Rusland? Nou, dat dit een prachtig gebied is om winterspelen te organiseren. Het is een gebied, denk ik, dat, wat niemand zal verwachten. We staan hier op 2400 meter. Besneeuwde bergtoppen om ons heen. Het gaat hier zelfs door tot 5000 meter hoogte. Prachtige pistes gebouwd. We begrijpen dat Poetin en Medvedev hier elk weekend komen skiën. Dus dat zegt genoeg. Hier gaan hele mooie winterspelen plaatsvinden. Je hebt al met wat mensen van de organisatie gesproken, van Sochi 2014. Wat is daar je opvatting over? Kunnen we er een beetje goed gevoel bij hebben? Nou, zoals de Franse baas die hier het bouwen van de winterdorpen overziet, zegt... er wordt hier 24 uur per dag wordt hier gewerkt. Echt dag en nacht werken ze hierdoor. 7 dagen per week. Met een ongelooflijke commitment. Het is voor Rusland echt een project waar ze trots op zijn. En wat ze tot een groot succes willen maken. Naar verwachting zijn 2 jaar voor de Spelen hier al heel veel gebouwen, faciliteiten zijn al klaar. Dan gaan we vanmiddag nog weer naar beneden toe. Naar de Olympic Oval. En naar het Olympic Park. Dat is een stukje hier vandaan. Maar als je dit hier ziet, dan kan dat ook alleen maar meevallen. Ja, de verwachting is natuurlijk hoog gespannen. We staan hier op een bergtop waar je normaal gesproken de Zwarte Zee kan zien. Hè? Aan de kust van de Zwarte Zee. Collega's zijn ook mee, zoals iedereen ziet. Aan de kust van de Zwarte Zee zal het schaatsdorp gebouwd worden. Voor Nederland natuurlijk het belangrijkste deel van de Spelen. Maar ook daar, als ik nu zie hoe ver ze zijn, hoe professioneel ze zijn, hoeveel ze er zelf in geloven, alles gaat hier ruim op tijd klaar zijn. En het worden bijzondere Spelen. Oké, ik zie je vanmiddag bij de Olympic Oval. Dan praten we verder. Maurits, we zijn weg bij de sneeuw, dus niet meer in de bergen. We zijn nu op het Olympic Park, hier achter het ijshockeystadion. Under construction, zo te zeggen. Ik zie nog geen ijsstadion waar wij de Nederlandse medailles moeten gaan halen. Nee, het is wat wel heel mooi is, dat je kan het wel zo meteen allemaal van hier zien. Het is één grote ring. Als je het nou hebt over compacte spelen, dan zijn dit de meest compacte spelen ooit. In één ring zijn hier alle ijsstadions. Dus hier het grote ijshockey. Curling, daar komt de oval. Dan gaan we door, daar zien we de grote short track hall die daar gebouwd wordt. En dan daartussenin komt straks het centrale stadion waar ook de openingsceremonie is. Dat is mooi. En je kan hier bijna lopen, en in ieder geval fietsen, naar het Olympisch dorp. Dus Waar is het Olympisch dorp dan? Dat ligt hier schuin achter, aan de Zwarte Zee ligt dat. Hè. De Zwarte Zee ligt daar achter. En aan de Zwarte Zee ligt het Olympisch dorp. Dus het is echt allemaal, net zoals we ook bij de sneeuwvenues zagen, ook de ijsvenues, allemaal compact bij elkaar in een ring. Met het Olympisch dorp ernaast. Dus het wordt echt super compact te spelen. Sporters kunnen straks gewoon op hun fietsje naar de ijsbaan fietsen. Находимся на VIP-ложе. А, отлично. Это VIP-ложа. И здесь. Только будет семья МОК и руководство страны. Maurits, we staan nu boven op het ijshockeystadion. Waar zie ik nu de Olympic Oval? Nou, dat is denk ik heel duidelijk hier recht achter ons, achter die kraan die we daar in beeld zien. Daar wordt de oval gebouwd. En als we dan iets naar links bewegen, langs die kranen, dan komen we daar bij een stukje water. En om dat water heen, om dat meertje eigenlijk, wordt het Olympisch dorp gebouwd. Ja, dat is dus hemelsbreed van waar we straks zitten met de Nederlandse ploeg naar de schaatsbaan. Is hemelsbreed zo'n 300 meter.
Dus het is echt, we wonen gewoon aan de schaatsbaan straks. Dus daar ben je wel heel erg tevreden over nu? Ja, ik denk dat dat voor de sporters optimaal is. Dat je weet dat je helemaal op je eigen tijd kan je naar je wedstrijden toe gaan. Het is echt om de hoek.